Nog niet zo heel lang geleden werkte hij nog in een broodjeszaak. Maar inmiddels is hij uitgegroeid tot publiekslieveling van Fortuna Sittard. En heeft hij zelfs zijn eigen liedje te pakken. Ik heb het natuurlijk over Tidjani Noslin. Naar indraaiend. Ja, dat is de mogelijkheid. Ja, dat is de doelpunt. Ja, dat is Noslin. Hij maakt hem. Tidjani, hey. Je hebt je wegje wel gevonden volgens mij in Sittard, hè? Ja, ik sta eindelijk basis en probeer zoveel mogelijk minuten te maken. Belangrijk proberen te zijn voor het team en ik denk wel dat ik op de goede weg zit. Ik ga je dadelijk 11 vragen stellen, probeer zo snel mogelijk antwoord op te geven. Yes. Let's go. Limburgse fly of Limburgse zuurvlees? Zuurvlees? Limburgse fly. Yeah. Ja, hou je niet van zuurvlees? Nee, zuurvlees is niks van mij. Friet of patat? Patat, 100%. Amsterdamse. 3 dagen vastelovend of skivakantie? 3 dagen nog een keer? Carnaval, vastelovend. Oh, carnaval of skivakantie? Goeie vraag. Skivakantie ben ik nog nooit geweest, dus skivakantie. Ben je tevreden met het liedje, met de melodie die de supporters voor jou hebben gekozen als ze je naam scanderen? Zeker. Ik ben meer dan tevreden. Ik zing hem nog bijna iedere dag. Heel goed. Welk nummer op Spotify staat bij jou op replay? Als het maar een liedje is van Broederliefde van Ems, dan is alles perfect. Als je geen profvoetballer was geweest, dan was je? Voetbaltrainer geweest. Wat is jouw droomclub om voor te spelen? Barcelona. Ja, Barcelona. Denk je dat het realistisch zal zijn? Niks is realistisch, denk ik. Waar ben jij heel slecht in? Ik denk dat ik niet tegen onrecht kan. Ik denk dat het slechtste is, eigenschap van mij. Ja. Wat is je hoogtepunt bij Fortuna? Mijn eerste goal. Bij Willem II? Van Willem II uit. Ja. 1 wereldgoal of 3 intikkers? 3 intikkers. Ja. Het laatste, met wie zou je nog wel eens graag willen samenspelen? Kylian Mbappé. Ja, de Limburgse fly. Nou, wat is dan je favoriet? Die met kersen. Die vind ik wel lekker. Ja, de kersen. Van de bakken moet dat wel. Ja, zeker, ja. Zeker. Patat. Ja, je bent hier wel in Limburg, hè? Nee. Kijk, dat eigenlijk niet langs de tong. Ja, ik ken niet dat je friet kan zeggen. Patat is... Wel een dingetje hier. Ja, ik ben de publiekslieveling. Pas op. Wie weet. Misschien haal ik mensen wel over om patat te zeggen, toch? Ja, je viert geen vaste loven. Nee. Maar als ik je nou dit laat zien... Heb je dan niet zoiets van, daar wil ik wel tussen staan? Nee, ik sla over. Ik ben niet zo van het uitgaan en alles. Maar wel mooi om te zien dat er zoveel mensen bij elkaar komen om zo'n week eigenlijk te vieren. Het interview met onze collega Falco Kremers gaf je aan dat je heel blij was en dat je misschien wel een beetje vereerd was dat je een eigen liedje hebt gekregen vanuit de supporters. Ja, zeker waar. En je zong ook iedere dag, nou wil ik hem wel even horen. Ja, het ging... Van Tidjani Noslin, ja la 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 la, Tidjani Noslin, ja la la, ja zoiets. Ja, helemaal geslaagd dus? Ja, helemaal. Ja. Meer dan tevreden. En dan je hoogtepunt, dan gaan we terug naar Tilburg. Ja. Het doelpunt natuurlijk. Ja, het enige wat ik dacht was gewoon ontlading en eigenlijk alles, alles wat op dat moment... Wat ik kon bedenken, kwam er eigenlijk uit. En waar je eigenlijk altijd voor hebt gewerkt. Ik denk dat dat wel het mooiste was voor allemaal. Een hele trotse moeder was. Zeker. Ja. Heel erg trots, super trots. Op dit moment heb ik echt gewacht dat hij zou scoren. Zodat iedereen kan zien hoeveel talent hij heeft. Want hij heeft echt heel veel talent. Ja, doe je het daar ook een beetje voor? Met ja, zeker. Meer dan. Heb je ook uitgeholpen? Zeker. En... Familiemens. Ja, zeker. Ik denk dat mijn moeder eigenlijk mijn alles is. En ik zou eigenlijk niet weten wat ik zonder mijn moeder zou moeten doen. Dus ik voetbal zeker ook voor haar. Om haar te helpen. Ja. Tidjani, vond je het lastige vragen of vond je wel meevallen? Nee, ik vond het zeker meevallen. Het waren leuke vragen die werden gesteld. Dus zeker blij mee. Oké, dank je. Ja, geen probleem.